Vroeger was het meer van talent. Ik heb wel veel talent, dus misschien ga ik het wel zo halen. Maar nu is het kwartje gevallen van... En dat ga je pas eigenlijk beseffen als je betaald voetbal echt hebt aangeraakt. Dan ga je eigenlijk beseffen dat je het niet alleen met talent kan halen. We kennen hem van zijn geniale kapbeweging. Oh, mooi gedaan dit. En een prachtig doelpunt van Ajax. Debuteren op jonge leeftijd. De eerste minuten in Ajax 1. Sontje Hansen is in het veld gekomen. 18 mei 2002. En dan maakt hij zijn eredivisie debuut. En natuurlijk het juichen. Sontje Hansen, daar is de salto. Maar het laatste jaar hebben we weinig salto's gezien van Sontje Hansen. In dit verhaal spreekt de nu 19-jarige aanvaller van jong Ajax openhartig over een voor hem turbulent jaar. Een zieke moeder, mentale problemen en veel blessureleed. Vorig seizoen tegen Cambuur, hier thuis, tweede helft, maakte ik een actie. Ging Megantos voorbij. Maar hij stak zijn been uit, waardoor ik er overheen wou springen. Maar hoe ik zo spring, kon mijn knie tegen zijn knie aan. Dat was een pijnlijke. Dit was mijn eerste echte blessure. Je had geen idee? Ik had geen idee. Dus ik ging gewoon door. Ik dacht, het is wel weer iets kleins. Door. 6 maanden later. Ja, ik ging trainen. Ik begon ineens te hinkelen. Ik kon gewoon niks meer. Gewoon niet meer rennen, niks. Het wordt zo erg dat Hans op dat moment aan zichzelf begint te twijfelen. Je kan de trainer vragen. Hij zei, nu maken we de grapjes mee van... Ik leek wel amateur. Ik zweer het. Mijn talent was helemaal weg. En mentaal was het ook echt van dat ik ging nadenken, is mijn talent echt weggegaan? Maar er zat schade. Ja, schade. En dat gaat eigenlijk naar je hersenen. Van, die wilt geen pijn. Dus dan ga je anders lopen, anders doen. En ik was veel traag geworden. We hebben natuurlijk per jaar hebben we misschien twee keer testen met sprinten, dit en dat. En ik was gewoon slomer dan keepers. Ik was slomer dan iedereen en ik was meestal een van de snelste. Maar dan denk je zelf ook van, er is iets gaande. Ja, er is iets gaande en daarom had ik mijn zaakwaarnemer dus geappt van... ik wil niet meer doortrainen. Ik wil eerst een MRI en kijken wat er is. Na die MRI wordt duidelijk dat Hansen 2 opties heeft. Of opereren of zijn knie sterker maken. Hij kiest voor het laatste. Krachttraining, conditioneel, alleen maar binnen, sterker worden. En ik ben ook veel sterker geworden. Ik ben van 73 kilo nu naar 66,9 gegaan. Dus mijn doel is nu om droog te worden en dan ook nog veel sterker. Maar ik moet niet te sterk worden, omdat ik ben een speler die wendbaar en net als die bij die assist, snel dribbelen. Als ik te breed word, dan gaat dat niet meer echt werken. Misschien had ik dit wel nodig, want ik ben mentaal sterker geworden en ik ben fysiek ook sterker geworden. Dus. Ja. In die tijd krijgt ook de familie Hansen thuis veel te verduren. De gezondheid van Sontjes moeder gaat hard achteruit en dat heeft uiteraard ook veel impact op de jonge voetballer. Ik moet het nu ook een beetje zelf doen, want mijn moeder is steeds zieker aan het worden. Maar het helpt me wel, denk ik, dat ze me dus een beetje moet loslaten. Dat helpt me wel, denk ik, want ik moet nu... Ja, ik word nu ook volwassenen, omdat ik word losgelaten eigenlijk. Dus ik doe meer dingen zelf. Ook eerst deed mijn moeder echt veel hier bij Ajax. Het leek alsof ze hier zo werkte. Maar ik ben wel blij dat ik nu zo zelf groei. Dus er gebeurt wel van alles met je Sontje deze periode. Ook zeker. Met je moeder, voetbal, je groeit zelf, mentaal. Ja, hoe ervaar je dat allemaal, om dat allemaal mee te maken op zo'n jonge leeftijd? Voor mij, vorig seizoen was echt mentaal was ik gebroken. Ik moest ook helemaal huilen. Ik was er ook echt niet bij als een profvoetballer. Hoe ik me moest gedragen, hoe ik me moest leveren. Ja, het was eigenlijk Is heel logisch, hè? Ja, is wel logisch, ja. Alleen, ik had scheid aan alles of zo. En ja, het was gewoon veel te moeilijk voor me of zo. Kijk, als je mijn moeder zou zien, zou je niet denken van ze is ziek. En ze laat krachtige vrouw. Ja, krachtig. Ja. Ze is echt sterk. Echt sterk. Maar er is nooit zijn we alleen met mijn moeder. Want mijn moeder heeft de hele tijd hulp nodig. Ze mag niks tillen. Boodschappen doen ze samen. Want dat mag ze ook niet tillen. En dus mijn oma komt af en toe en mijn tante. Ja, jij bent er. Ja, ik ben er. Je bent profvoetballer en je zorgt voor je moeder. Ja, klopt.
Ondertussen, als Hansen zijn energie steekt in de zorg voor zijn moeder en de behandeling van zijn blessure, ziet hij dat er in de media van alles over hem wordt gezegd. Eigenlijk moet je het niet lezen, want het gaat eigenlijk wel een beetje in je hoofd zitten natuurlijk. De mensen trekken eigen conclusies. Ja, die zien jou niet op het veld en die gaan dan zelf dingen roepen. Ja, en dan, ik zeg ook van, Sontje gaat het niet halen en zo, dit, dat. En toen, maar de meesten wisten niet eens dat ik eigenlijk geblesseerd was. Wat hun dachten is dat iedereen me had weggespeeld. Ja, dat ik eigenlijk alleen maar aan het trainen was en dat ik gewoon niet bij de selectie zat. En natuurlijk is het niet echt boeiend of zo wat mensen vinden of wat mensen zeggen. Maar toch doet het wel iets met je. Maar eindstand weet ik van mezelf dat ik wel goed genoeg ben om te spelen als ik fit ben. Dus ik moet zo snel mogelijk fit worden. Wat ik wil laten zien, ik wil mezelf weer laten zien. En natuurlijk vorig seizoen ook niet zoveel gespeeld. Dit seizoen ook maar 5 wedstrijden volgens mij. Dus dat is ook, mensen zijn me een beetje vergeten. Niet echt vergeten, ze weten wel dat ik er ben, maar meer negatief. Dus ik wil me weer eigenlijk positief laten zien. En ik weet dat ik het kan.